Wat is met het openbaar vervoer naar je werk en weer naar huis reizen? Dankzij de Schiphol Forenskaart is dit weggelegd voor werknemers van een aantal bedrijven die op of rond de luchthaven zijn gevestigd. Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat reikte symbolisch de eerste exemplaren uit aan de directeuren van de bedrijven. Ik wil u dit graag overhandigen. Ik stel de medewerking van u buitengewoon op prijs. En ik hoop dat deze proef een succes wordt. We gaan er ook een beetje van uit dat dit gebeurt. Nou, hartelijk bedankt. En met de eerste 6000 mensen die van KLM zich al ingeschreven hebben, kan er niet anders dan iets van een succes worden. Dank u wel. De Schiphol Forenskaart geeft de werknemers recht op gratis openbaar vervoer van zijn woonplaats, zijn of haar woonplaats, naar Schiphol. Daarvoor levert hij de reiskostenvergoeding in en ook het recht op de vaste parkeerplaats. Er zijn diverse bedrijven die hieraan meedoen en zeggen wij ondersteunen dat en wij stellen die kaart ter beschikking van onze werknemers. Wij vinden het een belangrijk initiatief. Bereikbaarheid is een groot probleem komende tijd al voor de bloemenveiling. Dat geldt vooral ook voor onze producten die wij moeten transporteren van de ene plek naar de andere plek nadat ze geveild zijn. We kijken op alle manieren naar het beperken van de problematiek. En ja, voor dit moment was dit een mooi initiatief om medewerkers dan ook in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van deze kaart. En ook dat scheelt toch weer een stukje op de weg uiteindelijk. Wij zoeken naar mogelijkheden om automobilisten duidelijk te maken dat het openbaar vervoer zo gek nog niet is. Dat wanneer je daar gebruik van maakt, je in sommige gevallen zelfs eerder op je werk bent dan wanneer je met de auto in de file gaat staan. We hebben het experiment om twee redenen. Je wilt graag kijken wat mensen overtuigt van het openbaar vervoer gebruik te maken. Dus wat wel belangrijk is en wat niet. En het tweede is dat je natuurlijk graag wilt dat mensen die aan het experiment meedoen, dat ze ook nadat de proef afgelopen is, voor hen het openbaar vervoer niet meer gratis is, ze toch zo overtuigd zijn van de voordelen dat ze gebruik blijven maken van het openbaar vervoer.